Aan tafel zangeres Femke Louise, een van de BN'ers die meedoet aan deze actie. Oké, dit is jouw moment. Dat je er bent. Ik ga hierheen loodsen. Zolang je naar mijn huis hebt, is er niks aan de hand. Ik heb geen zin meer om erover te praten, maar... Ik vind wel dat ik er iets over moet zeggen. Ja. Ja. Is dat een goed idee, Diederik? Nee. Ik zie al... Zeg maar dat je een mening hebt. Ik heb hier wel een hele sterke mening over. Eigenlijk. Heel goed. En, Wat was dat? Wat was die mening? Dat gevoel wat jou aansprak, dat hij je vroeg om mee te doen? Welk gevoel bij jou dat aansprak? Vraag 1. Ja, die gaan we ontwijken met de brief. Sorry, maar het is best wel een gevoelig onderwerp waar ik over ga praten. Ik had hem in je linkerzak gedaan. Mensen naar mij kijken. Femi, links. Hallo. Dus Femi, wat doe je? Dit is niet ons briefje. Ik vind ook dat gewoon kan. Fem, stick to the plan. Je hebt toch niet zelf dingen opgeschreven? Ten eerste, ik heb superveel respect voor corona. Ja, dus. Oké, goede grap. Nu even serieus, Femke. Wat was de intentie? Want het is een controversiële opmerking. Hashtag, nu het komt het maatschappij dingetje wat we hebben gevoerd vanmiddag. Het gaat gewoon om de maatschappij. Het mag uitgebreider, Einstein. Kijk, het gaat gewoon om het feit dat er gewoon bepaalde dingen niet kloppen. Gewoon, het is gewoon de hele maatschappij. Nee, ga nou niet improviseren. Er gaan heel erg veel mensen... Kijk, weet je probeer wat anders iets, we leven in een maatschappij. Zinnigs. Mensen kunnen niet meer hun ding doen. Fem, iets zinnigs. Deze impact van dit virus, het is gewoon veel okay, groter dan maar, iedereen het denkt. Het is gewoon echt een maatschappelijk probleem. En ik vind dat... Blijkbaar moet je dus echt zo'n hashtag gaan gebruiken. Oh nee, Fem, niet naar die hashtag. Niet naar die hashtag. Met andere ik heb hashtags. Hier nog nooit iets eerder over gepost. Dan weet je toch niet of een andere hashtag zou werken? Dat weet ik inderdaad niet. Oké, eerlijk. Ja. Houden mensen van dom, maar eerlijk. Mijn vader is piloot. Die vliegt niet meer. Wakey. Je vader vliegt al een paar jaar niet meer. Maak er zomaar stiefvader van. Femke, ben ik wel weg. En dat gebeurt gewoon dagelijks. Ik heb het niet eens alleen over mijn stiefvader die... vergoedingen... Weet je, dat is gewoon, weet je, hij doet gewoon zijn ding. En ik weet dat gewoon niet echt, maar goed. En de verbinding is hersteld. Prima opgelost. Ze zijn allemaal kwijt. Aanvankelijk ben je door de minister van Volksgezondheid betaald. In het voorjaar om een campagne te voeren. Klopt. Om jongeren juist aan te zetten. Oké, ik ga nu over geld beginnen. Klopt. Hoeveel heb je daarvoor gekregen? Dit kan je. Gewoon zeggen, weet ik niet. Ja, dat weet ik niet eens meer. Volgens mij iets van de... Nee. Zeg dan maar niet veel, tientje of zo. €1000 heb ik. Ja. Wat? En maar die mensen zonder geld ik heb dan? Ook heel erg veel respect voor mensen die zonder geld thuis zitten. Maar goed. Ander onderwerp. Ik denk ook dat de jongeren slim genoeg zijn om niet naar oudere mensen te gaan. Niet naar hun familie te gaan op het moment dat ze weten dat ze betrokken zijn geweest in een feestje. Wat? Ik zeg het nog één keer. Het is in je kut en bij een feestje. Dan zouden we jullie ergens in... Doe maar lekker van de hak op tak nu. We moeten verwarring zijn. Ik krijg wel heel erg het gevoel dat het probleem heel erg bij de jongeren wordt gelegd. Het aantal besmettingen was het hoogst onder jongeren. Ja. Oeps. Maar we hebben eerder een lockdown gehad en dat had ook geen effect. Ja, het had wel effect. Het heeft geweldig effect. Oeps. Oké. Zeg maar, dit is mijn mening. Dit is mijn mening. Zo is het. Heel goed. Waarvan akte. Dank Femi, één tip. Dank je wel. Check geen social media. De komende 100 jaar. Moet ik even van bij komen.